Goedemiddag, ik ben Steven Vermander van KBC Asset Management. En samen met mijn collega Lisbeth van Rompuy gaan wij vandaag onze sectorfavorieten voor dit jaar voorstellen. De presentatie zal zo'n 40 minuten duren. We hebben 9 aandelen voor u meegebracht. Dat zijn natuurlijk niet enkel de favoriete aandelen van mij en Lisbeth, maar dat zijn 9 aandelen geselecteerd door 9 verschillende analisten binnen ons team. Elk van die analisten doet een verschillende sector en heeft binnen zijn sector zijn favoriete aandeel geselecteerd. De vijver waaruit wij vissen is wereldwijd, behalve de Benelux. De Benelux-aandelen hebben onze collega's van KBC Securities reeds vorige week gepresenteerd. Daarom dat wij ons beperken tot alles buiten de Benelux. Maar dat is natuurlijk nog altijd een zeer grote vijver om uit te vissen. We hebben verschillende ideeën voor u meegebracht. Zowel meer defensieve als meer dynamische aandelen. Niettemin, het is geen portefeuille. Daarvoor is het een beetje te beperkt. En is iedere individuele nood natuurlijk anders. Nog enkele praktische informatie eerst. Dus de video en de slides van dit webinar die zal u achteraf worden bezorgd. Dan kan u, indien u dat wenst, nog eens bepaalde dingen nakijken. Op het Bolero-platform kan u heel wat informatie terugvinden. Zo is er een meer uitgebreide brochure over onze sectorfavorieten met wat meer informatie. Er zijn ook aandelenfiches dat je kan terugvinden met meer informatie over die aandelen. Het is ook nog goed om mee te geven dat we tijdens het webinar geen vragen gaan beantwoorden. U mag wel vragen doorsturen en dan zullen wij die voorleggen aan de desbetreffende analist die het aandeel volgt. En dan kan die per mail op uw vraag antwoorden. Onze favorietenlijst, we doen dat al een aantal jaren. We maken die altijd bekend op het einde van het jaar. En we presenteren die dan iets later. Als we dat tijdens kerstmis of tijdens nieuwjaar zouden presenteren, zou natuurlijk niet veel volk kijken. Daarom dat we iets later presenteren. Dat is op zich een statische lijst binnen asset management. Daar houden we dan de performance van bij. Maar die wordt ook opgeladen in Bolero. De Bolero Wereldselectie noemt dat. En daar is dat een dynamische lijst. In het ID-center vindt u dat terug. En als een analist vindt dat een bepaald aandeel niet meer opportun is tijdens het jaar en een ander aandeel meer opportun, dan zal hij dat wijzigen. Als je dat wil, kan je daar op de hoogte van worden gebracht via een mail. Voordat we met onze nieuwe selectie beginnen, gaan we nog even terugblikken op vorig jaar. Vorig jaar was een zeer goed beursjaar, zoals jullie willen weten. Over de periode dat onze aandelenselectie liep, is de beurs met maar liefst 25% gestegen. Onze selectie deed het met 26,7%, zelfs nog iets beter. Dus dat is toch wel mooi. Er waren toch wel enkele uitschieters die daarvoor hebben gezorgd. Degene die er met kop en schouders bovenuit stak, is Signature Bank, met een stijging van maar liefst 147%. Maar ook Sika met 67% en Daimler met 47%. Die presteerden toch wel bovengemiddeld goed. Net zoals in de voetbal, elk schot dat je neemt naar doel is niet altijd een goal. Zo is spijtig genoeg bij beleggen ook elk aandeel dat je naar voren schuift niet meteen een voltreffer. Zo hebben Alstom met een daling van 34% en Prozis met een daling van 23% niet hun potentieel dat we in zagen kunnen benutten. Het illustreert een beetje het belang van diversificatie. Maar het belangrijkste is dat onze gehele selectie positief is. En dat was zeker en vast zo afgelopen jaar. Dus we kunnen alleen maar hopen dat dit jaar het even goed zal doen. We hebben het onderverdeeld in 4 segmenten. Ik zal de eerste 2 segmenten presenteren en mijn collega Lisbeth zal dan de cyclische en de defensieve bedrijven presenteren. Dus we beginnen met de financiële bedrijven en vastgoed. Binnen de financials heeft de analist die vorig jaar het fantastische Signature Bank heeft voorgesteld, heeft hij deze keer voor u SVB Financial Group geselecteerd. SVB dat staat voor Silicon Valley Bank. Dan weet u al een beetje van waar de wind waait. Het is natuurlijk de huisbankier voor heel wat innovatieve bedrijven en start-ups. Voornamelijk in de technologie en de life sciences sector. Ondanks de naam is het wereldwijd actief. Maar Silicon Valley is natuurlijk, zoals u weet, wel een belangrijke markt voor hun, gezien daar de vele start-ups. Wat SVB eigenlijk doet, is ze begeleiden een bedrijf van het moment van de start-up helemaal totdat het potentieel uitgroeit tot een wereldwijde speler.
En dan kan het dus doorheen die levenscyclus diensten aanbieden en dan op het einde eventueel een IPO, een beursgang, of een mogelijke verkoop van dat bedrijf mee begeleiden. Het is ook de marktleider in de financiering van private equity. Als we kijken, meer dichter bij huis, een Sofina of een Brederode, dan weten we hoe goed private equity het doet. Er is heel veel vraag naar deals, er is heel veel interesse. En ook daar kan SVB Financial als marktleider toch wel meer dan een graantje van meepikken. Dus SVB, het is een beetje een uniek groeiverhaal binnen die financials. Het heeft een nicheprofiel, maar het is zeker geen kleine speler. Het heeft ondertussen een marketcapitalisatie van een 40 miljard dollar. Dus zeker aanzienlijk. Het is echt wel een grote speler. Nog goed om mee te geven dat een eventuele rentestijging ook positief is voor SVB. Net zoals een traditionele bank boeken zij een interestmarge. En natuurlijk bij een stijgende rente, die algemeen verwacht wordt in de VS, kunnen zij die interestmarge vergroten. Maar het is niet noodzakelijk. Afgelopen jaar heeft het aandeel, zoals u ziet op de grafiek, het zeer goed gedaan. Ook zonder stijgende rente is dat zeker geen noodzakelijkheid om voor het bedrijf om het goed te doen. Het zal moeilijk zijn, denk ik, om Signature Bank te overtreffen. Niettemin, het koersdoel van de analist is $880. Dat is zeker nog voldoende opwaartspotentieel. En het zou zeker mooi zijn als we dat kunnen realiseren. Goed, dan gaan we naar de vastgoedsector. Dat is de sector die ik zelf opvolg. Ik heb voor u Vonovia meegebracht. Vonovia is natuurlijk de Duitse speler in residentiële vastgoed. Voornamelijk aanwezig in Duitsland, ook een klein beetje daarbuiten, maar dat is minder belangrijk. En zij bieden voornamelijk huurappartementen aan. Nu, het aandeel van Vonovia heeft het eigenlijk vorig jaar niet goed gedaan. Dat is wat atypisch. Als je kijkt op de grafiek, eigenlijk, dan zie je dat meestal presteert het aandeel beter dan, dan het sector gemiddelde. Maar vorig jaar, die twee lijnen die convergeren een beetje. Dus Vonovia is een beetje achtergelopen. Hoe komt dat? Wel, daar liggen twee redenen voor aan ten grondslag. Eén reden is de Duitse verkiezingen die vorig jaar hebben plaatsgevonden. Die verkiezingen die gaan toch altijd gepaard met heel wat retoriek rondom huurprijzen. U moet weten, Duitsland dat is een echte huurdersmarkt. Dus bijvoorbeeld in Berlijn, de belangrijkste thuismarkt van Vonovia, is 85% van de bewoners huurder. Dus ja, dan kan u dat al raden. Het is voor politiekers natuurlijk enorm makkelijk om zo te scoren, om te zeggen, ja, we moeten die huurprijzen aanpakken, die zijn te hoog. We moeten die grote spelers aanpakken. Om u een beetje het klimaat te schetsen in Duitsland, er was ook een referendum geweest. Het referendum dat heette Onteigen Deutsche Wohnen. Dat heeft het gehaald, dat referendum. Deutsche Wohnen is eigenlijk de concurrent van Vonovia, die Vonovia vorig jaar heeft overgenomen, weliswaar. Maar dat was geen bindend referendum. Duitsland is een rechtsstaat. Je kan niet zomaar die activa onteigenen, toe-eigenen. Ook, je zou kunnen zeggen, de staat kan die activa opkopen. Maar de staat heeft daar het geld eigenlijk niet voor, nog de expertise. Dus ja, dat is een beetje absurd, maar het schetst wel het klimaat waar ze zich in begeven. Nu, uiteindelijk zien we dat daar toch van al dat politieke krakeel en van al dat gedoe daar weinig van uitkomt, uiteindelijk. En waarom is dat? Dat is gewoon... ten eerste, de huurprijzen in Duitsland zijn eigenlijk niet zo hoog. Als je dat vergelijkt met andere grootsteden, zijn die eerder aan de lage kant. Het is sowieso dan een sterk gereguleerde markt. Je kan niet zomaar prijsverhogingen doorvoeren zoveel als je wilt. Dat gaat niet. En het grote probleem is natuurlijk dat er te weinig aanbod is voor de vraag. Dus de economische wetmatigheid die stelt dat natuurlijk als het aanbod kleiner is dan de vraag, dan stijgen de prijzen. En je kan niet zeggen als politieker, je kan dat zeggen, maar dat zou
contraproductief zijn om die grote spelers weg te jagen. Om te zeggen, ja, jij mag geen winst maken, we gaan nu je assets afnemen, standaard dat. Ja, dan gaan, wat gaan die spelers zeggen? Dan gaan die nog minder investeren, hè, en dan vergroot je enkel maar het probleem. Dus uiteindelijk, uit al dat politieke krakeel, komt daar eigenlijk meestal maar weinig uit voort. En ook nu zien we dat daar eigenlijk niet zoveel van zal komen. Een tweede element waarom het aandeel niet zo goed heeft gedaan, is de kapitaalsverhoging. Zoals ik al zei, Vonovia heeft Deutsche Wohnen overgenomen vorig jaar. Dat is wel een grote overname geweest, waardoor dat ze ook een kapitaalsverhoging hebben gedaan van 8 miljard euro. En dat heeft toch ook een beetje op het aandeel gewogen. Goed. De verkiezingen zijn voorbij. De kapitaalsverhoging is achter de rug. Nu kunnen we denk ik terug vooruitkijken en kijken wat is de aandeel van Vonovia intrinsiek nu eigenlijk waard. En als we dan kijken naar de netto-waarde van hun vastgoedportefeuille, dan wordt die momenteel geschat op een 70 euro. Als je weet dat de koers momenteel onder de 50 euro noteert, is dat toch een serieuze discount. Dan ook de schuldgraad is met 45% ondertussen weer comfortabel. Dat is in lijn met de sector. Dankzij de kapitaalsverhoging is dat nu weer echt wel op een comfortabel niveau. De komende 5 jaar verwachten wij een gemiddelde winstgroei van 7%. Een 7% CAGR, zoals we dat zo mooi in het Engels zeggen. Hoe gaan ze dat realiseren? Zoals ik al zei, de markt in de huurmarkt in Duitsland is sterk gereguleerd. Dus je kan niet zomaar de huurprijzen sterk verhogen, waardoor dat ze wat gelimiteerd zijn. Maar je kan wel bepaalde zaken doen om toch iets meer te vragen dan wat eigenlijk regulatoire vaststaat. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door renovaties. Als je iets renoveert, dat stijgt de waarde van de woning. Het kan ook goed zijn voor de huurder, als je meer isoleert en dergelijke, dat hun energiefactuur daalt. Dus dat is een element waardoor ze iets meer die huurprijzen kunnen verhogen. Ook als je nieuwbouw doet, dat lost het aanbodprobleem een beetje op. Dan mag je initieel de prijs bepalen die je zelf bepaalt. Is dat niet gereglementeerd? En dan pas als je die prijs hebt vastgelegd met de huurder, dan pas valt die in het gereguleerde systeem. Dus zo denken wij dat Vonovia zijn winstgroei mooi zal kunnen stijgen de komende jaren. De stijgende rente wordt dan wel eens gezegd. Ja, Steven, is dat niet slecht voor Vonovia? Het is zeker zo dat Vonovia een zekere correlatie heeft met de Duitse Bund, met de Duitse 10-jaars overheidsobligatie. Dus als die rente daarop stijgt, dan doet Vonovia het vaak iets minder. Maar we mogen dat ook niet overdrijven. Het is zo dat ten eerste de rentecyclus in Europa die loopt wat achter. En er wordt daar ook geen stevige rentestijging verwacht. Als die rente gewoon geleidelijk stijgt, hoeft dat geen probleem te zijn voor Vonovia. Eens omdat dat ook vaak een teken is dat de economie degelijk groeit. En dus dat zal dus ook de vraag naar appartementen doen groeien. Dus dan zit je nog altijd met dat vraag-aanbod onevenwicht. En dat is dus ook wel cruciaal. Dus een stijgende rente die zal niet dat aanbod tekort oplossen. De huurprijzen, zoals ik zei, die zijn laag. Die zitten eigenlijk constant tegen dat regulatoire plafond te duwen. Daar wordt een klein beetje lucht altijd uitgelaten. Wat dat eigenlijk een mooie, voorspelbare winst maakt voor Vonovia. Een zeer forse rentestijging, dat zou natuurlijk niet zo goed zijn. Maar ik denk dat dat voor veel bedrijven niet zo goed zou zijn, voor de economie in het algemeen. Dus dat is niet enkel voor Vonovia zo. En dat wordt ook niet algemeen verwacht. Een zeer stevige rentestijging op korte tijd in Europa. Mijn koersdoel is 65 euro. Dat is nog conservatief. Het is echt wel interessant. Misschien heb je onlangs een huis of een appartement gekocht of verkocht. Anders denk ik dat je het wel zal gelezen hebben in de krant. Huizenprijzen zijn enorm gestegen. Niet alleen in België. In veel landen, ook in Duitsland. Dus is het wel interessant dat je voor fysiek vastgoed echt wel torenhoge prijzen betaalt.
Maar dat je dan op de beurs toch wel voor residentieel vastgoed dat je dat kan aankopen met een serieuze discount. Dus dat lijkt mij toch wel echt een opportuniteit dit moment. Goed, dan gaan we naar het volgende segment. Dat is communicatie en technologie. Binnen de communicatiedienst hebben wij, heeft de analist voor u Tencent geselecteerd. Tencent, ik denk bij iedereen ondertussen wel bekend. Het is natuurlijk de grootste Chinese technologie-speler naar marktkapitalisatie. Het is ook het grootste online gamingbedrijf ter wereld. En algemeen bekend van de applicatie WeChat natuurlijk. Hè. WeChat is de applicatie waar de gemiddelde Chinees zo wat alles op doet, hè, waar wij soms 20 apps voor gebruiken. Doen zij dat allemaal in die ene app. Dus WeChat heeft meer dan 1 miljard gebruikers. Hè. Dus dat is zeer aanzienlijk. Het interessante is daar ook dat we zien... Hè, dus, WeChat heeft 35% marktaandeel van alle apps in China. Maar van de online advertentieinkomsten hebben zij maar 15%. Hè. Dus dat biedt toch wel een mooie mogelijkheid om die adload te verhogen, hè, zoals we dat zeggen. Dus meer advertenties te tonen en zo ook meer inkomsten te genereren. Ja, we kunnen er niet omheen. Er is heel wat te doen geweest in China. Hè. Heel wat bedrijven hebben het moeilijk gehad door de overheid die ingreep. Nu, we denken dat het negatief, dat we toch wel de piek in het negatief sentiment daar hebben gezien. Technologie, zoals voor elk land, is ook voor China belangrijk in technologiebedrijven. En ja, Tencent is ook een speler die gaat niet in tegen de visie van de communistische partij. Die weten wel dat de wil van de communistische partij wet is. Dus als die zeggen, je moet dat doen, dan doen die dat ook direct. We hebben dat gezien met de limitatie op gaming bij kinderen. Hè. De overheid vond dat de Chinese jongeren te veel gameden. En dan hebben ze gezegd, ja, Tencent als grootste speler, onder andere, hè, jullie moeten daar limieten op zetten. En dan heeft Tencent dat net even aangepakt. En hebben die dat beperkt voor velen. Voor de jeugd. Dus ik denk niet dat je... ook, Tencent heeft heel veel data, maar een issue echt van privacy is daar niet echt. Hè. Er is niet echt privacy in China. En ja, we kunnen er wel van aan ook dat die data van Tencent is data van de Chinese overheid. Hè. Dus je zou zelf kunnen stellen misschien, hè, dat de Chinese overheid dat... een opportuniteit ziet dat Tencent zoveel data vergaart dat zij dan kunnen gebruiken. Ik weet niet wat dat zo is, maar dat zal mij niet verbazen eigenlijk. Dus goed, allee, we denken dat, zoals ik al zei, we hebben de piek daar gezien in het negatief sentiment. Ook de vergelijkingsbasis zal makkelijker zijn van de winst- en omzetgroei. Dus dat zou ook wel moeten helpen voor het aandeel. Ja, nog ook stellen, het is actief ook in de cloud, hè. De cloudmarkt, die snel groeit in China. Kunnen die concurreren met spelers zoals Microsoft, hè, Amazon, de grote spelers daar. In China zeker wel, hè. Zoals u wel weet hoe dat werkt in China. De lokale spelers worden altijd bevoordeeld, dus Tencent zal daar zeker een grote rol spelen. En dan ook ja, de metaverse. Het is echt wel ja, een beetje het buzzwoord momenteel. Het is echt aan het opkomen. En Tencent is daar natuurlijk goed in gepositioneerd. Zij met hun cloud, hè, dus veel daarvan zal zich in de cloud afspelen. Daarnaast zijn zij in gaming, hè, heel groot. Veel van de metaverse zal rond gaming draaien. En natuurlijk, ja, ze hebben meer dan 1 miljard gebruikers, dus natuurlijk direct een heel grote klantenbasis om die naar daar te leiden en daar inkomsten uit te puren. Dus voilà, Tencent noteert aan een koerswinst van 24 keer dit jaar, verwachte winst dit jaar.
Maar je moet weten, Tencent heeft iets van een 1000 belangen in allerlei bedrijfjes. Veel nog niet winstgevend. Dus als we daar even abstractie van maken, dan noteert dat aan een koerswinst van 16 keer dit jaar. Dus dat is toch echt wel goedkoop voor een snel groeiend bedrijf die zich in interessante markten begeeft. Alright. Dan is hier de laatste voor mij. Die komt uit de technologiesector. Daar heeft onze analist Qualcomm geselecteerd. Qualcomm is echt een wereldspeler in draadloze technologie. Zij zijn echt de technologische leider in 5G-connectiviteit. Dus hun businessmodel steunt eigenlijk op twee activiteiten. Eén divisie is het ontwikkelen van chips. Daar is Snapdragon echt wel hun flagship product, om het zo te zeggen. Snapdragon System on a Chip, noemen ze dat. Dat combineert eigenlijk verschillende componenten, zoals de microprocessor, geheugen, modem, accelerator, allemaal in één enkele chip. Dus dat is toch wel mooie technologie. En dan de andere divisie, die beheert eigenlijk en verzilvert die patentportefeuille die uit die eerste divisie voortvloeit, voornamelijk door middel van het verkoop van licenties. Nu, goed om mee te geven is dat het bedrijf zal zijn grootste klant verliezen. Zo'n beetje als tegenwoordig elk zichzelf respecterend technologiebedrijf ontwikkelt zijn eigen chips. Zo zal ook Apple, heeft Apple aangekondigd dat ze tegen 2024 hun eigen chips gaan ontwikkelen. Goed nieuws is dat niet, maar dat is zeker algemeen gekend in de markt. Dat zou in de koers moeten zitten. En de hogere marges die gepaard gaan met die 5G-markt waar zij zo goed gepositioneerd zijn, zou ruimschoots dan moeten kunnen compenseren. We weten, connectiviteit dat wordt al maar belangrijker. Je hebt trends van Internet of Things, smart cities, zelfrijdende wagens, de metaverse, zoals ik al zei. Al die zaken, dat vereist meer connectiviteit, meer chips. Dat is allemaal goed nieuws voor Qualcomm. Het is ook goedkoop, het aandeel. Het noteert aan een koerswinstverhouding voor dit jaar van 17 keer. Dat is voor een technologiebedrijf niet veel. Het is wat achtergebleven, ziet u op de grafiek, op de technologiesector. En onze analist verwacht dat het bedrijf deels die achterstand zal kunnen inhalen. Zijn koersdoel is $225. En we hopen dat dat ook zal kunnen gerealiseerd worden. Goed. Dat was het voor mij. Mijn collega Lisbeth zal nu overnemen met de cyclische en de defensieve bedrijven. Dank u wel voor het luisteren naar mij. Ook van mij, goedemiddag iedereen. Zoals reeds aangekondigd, ik ben Lisbeth Van Rompuy, sectoranalist gezondheidszorg bij KBC Asset Management. En ik ga verder met het voorstellen van onze lijst met favoriete wereldaandelen voor het komende jaar. Binnen het segment van de cyclische bedrijven hebben we voor u drie diverse namen in petto. Een eerste idee is Deutsche Post. Deze naam werd in de loop van vorig jaar reeds toegevoegd aan de dynamische Bolero wereldselectie ter vervanging van Alstom en maakt nu dus ook deel uit van onze lijst met sectorfavorieten voor 2022. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden en vaak nog misbegrepen, is Deutsche Post niet langer een puur postbedrijf, maar heeft zich doorheen de jaren kunnen transformeren tot een van de grote logistieke spelers ter wereld. De klassieke Duitse postdivisie maakt momenteel nog minder dan 10% van de omzet uit. En bovendien staat die postdivisie, in tegenstelling tot sectorgenoten, reeds ver in haar transitie door de grotere focus op de meer winstgevende pakjesbezorgingen dan op brieven en de grotere focus op business-to-business bezorgingen, waardoor de afhankelijkheid van het retailsegment afneemt. Paradepaardje van Deutsche Post is dochteronderneming DHL, de marktleider wat betreft internationale expressdiensten
zowel over land als via de lucht. Het luchtvrachtsegment van DHL kan profiteren van hoge marges en is opvallend sterk gepositioneerd wat betreft het traject Azië-Europa. Onze investeringsthesis voor Deutsche Post is gebaseerd op de aanhoudende verstoring van de containermarkt door de coronapandemie, waardoor we zien dat een deel van het zeetransport verschuift naar luchttransport en ook in 2022 de luchtvrachttarieven hoog zullen blijven. En aangezien het totale luchtvrachtvolume slechts enkele procenten uitmaakt van het totale containervolume, heeft zelfs een beperkte verschuiving reeds een grote impact op de vraag naar luchtvracht. Daarnaast kunnen gespecialiseerde luchtvrachtmaatschappijen, zoals een DHL, profiteren van het verwachte zwakke herstel voor belly capacity, waarbij goederen worden getransporteerd door passagiersvliegtuigen. En die wijze van transport maakte voor de coronapandemie zelfs meer dan de helft uit van de totale luchtvrachtmarkt. Deutsche Post is een echte structurele groeier. Het bedrijf kan profiteren van de gunstige e-commerce trends. Ook in 2022 verwachten we dat Deutsche Post zijn reeks aan positieve winstverrassingen zal kunnen blijven verder zetten. Bovendien kunnen aandeelhouders rekenen op een mooi dividend, als ook op een aantrekkelijk inkoopprogramma van eigen aandelen. En is de waardering aantrekkelijk? Zo noteert het aandeel aan een korting ten opzichte van sectorgenoten, Amerikaanse sectorgenoten, met een lagere groeipotentieel, zoals een FedEx en een UPS. We hebben voor Deutsche Post een koersdoel van €69, wat zo'n 28% opwaarts potentieel biedt ten opzichte van de slotkoers van gisteren. Zo komen we tot onze tweede naam binnen het segment van de cyclische bedrijven, namelijk het Amerikaans-Duitse bedrijf Linde. Linde produceert en verkoopt industriële gassen die in tal van toepassingen worden gebruikt, gaande van de staal- en metaalindustrie tot de petrochemie, de chemie, maar ook de voedingsindustrie en de gezondheidszorg. Zulke industriële gassen omvatten zowel de atmosferische gassen als procesgassen. Wat verstaan we onder atmosferische gassen? Dat zijn gassen die gewoon uit de lucht kunnen worden gehaald. Denk aan zuurstof, stikstof en helium. Terwijl procesgassen tot stand komen door middel van chemische processen. Voorbeelden hiervan zijn koolstofdioxide, maar ook waterstof en acetyleen. De wereldwijde markt voor industriële gassen is een echte oligopolie. Die bestaat uit slechts 3 bedrijven. En die bedrijven kunnen dus profiteren van hoge toetredingsdrempels. Linde is de marktleider en beschikt dus over een grote prijszettingsmacht, waardoor het bedrijf goed beschermd is tegen inflatie. Linde kan ook profiteren van het huidige sterke economische klimaat. En ook in 2022 verwachten we dat zowel de organische omzetgroei als de operationele winstmarges zullen kunnen imponeren. Bovendien beschikt het bedrijf over een goed gevuld orderboek, wat dan weer de toekomstige omzet en winstgroei ten goede komt en de visibiliteit verhoogt. Zo rijfde Linde recent nog een megacontract binnen met Gazprom ter waarde van zo'n $6 miljard. Een contract dat verband houdt met de bouw van een nieuwe aardgasfabriek aan de Oostzee in Rusland, waarvoor Linde dan de engineering, inkoop en on-site diensten zal leveren. Die nieuwe aardgasfabriek zal de grootste aardgasverwerker in Rusland worden en tevens ook de grootste LNG-producent in Noordwest-Europa. Net zoals Deutsche Post kan ook Linde profiteren van een mooi dividend en een aantrekkelijk inkoopprogramma van eigen aandelen. We hebben voor Linde een koersdoel van $355, wat zo'n 11% opwaarts potentieel biedt ten opzichte van de slotkoers van gisteren. Zo zijn we toegekomen tot de laatste naam, de derde naam binnen het segment van de cyclische bedrijven, namelijk Skechers. Skechers is het op 2 na grootste schoenenmerk ter wereld. Het bedrijf ontwerpt en verkoopt
sneakers en sportschoenen voor zowel volwassenen als voor kinderen. De schoenen worden wereldwijd verkocht, voornamelijk via groothandelaars, maar ook via eigen winkels, zowel fysiek als online. Skechers is een aantrekkelijk internationaal groeiverhaal. Het bedrijf is sterk gepositioneerd zowel in de thuismarkt, de VS, als in China en in India. En het belang van die internationale markten is doorheen de jaren stelselmatig gegroeid tot zo'n 60% van de omzet. En we zien deze trend zelfs nog voortduren de komende jaren. Zo is China momenteel het vierde populairste merk. Zo is Skechers momenteel het vierde populairste merk in China. En het groeiverhaal is er dus zeker nog niet afgerond. Terwijl India zich nog in een vroege fase bevindt, maar wel wordt beschouwd als het nieuwe China, het volgende China qua groei. Skechers bovendien lijkt ook minder hinder te ondervinden in tegenstelling tot sectorgenoten van de boycott van internationale merken op de Chinese markt. De voorbije kwartalen, als ook de vooruitzichten, werden negatief beïnvloed door problemen met de toeleveringsketen. Echter, de vraag bleef sterk, waardoor we een stijging hebben gezien van de gemiddelde verkoopprijzen. Het management van Skechers verwacht dat die problemen met de toeleveringsketen vanaf het tweede kwartaal van dit jaar zullen afnemen. Door een verbeterd productaanbod, als ook een versterkt merkimago en de innovatie die aan de gang is op het vlak van comforttechnologie, heeft Skechers de voorbije jaren aan prijszettingsmacht gewonnen, waardoor inflatie momenteel een minder grote bezorgdheid is in vergelijking met vroeger. Daarnaast kan het bedrijf profiteren van de athleisure-trend, waarbij er steeds meer vraag is naar casual en comfortabele kledij, een trend die zelfs nog eens versterkt door de coronapandemie. In het licht van dubbelcijferige omzet- en winstgroei die we voor Skechers de komende jaren verwachten, is het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd en hebben we voor Skechers een koersdoel van $63, wat zelfs zo'n 44% opwaarts potentieel biedt ten opzichte van de slotkoers van gisteren. Zo komen we tot onze blok met de defensieve bedrijven, waarbinnen we nog twee namen naar voren schuiven, twee ideeën. Een eerste naam is Mondelez. Mondelez is een van de grootste snackproducenten ter wereld. En het bedrijf heeft twee van de grootste koekjesmerken in portefeuille, namelijk Oreo en Chips Ahoy. Maar het bedrijf is u waarschijnlijk ook bekend van merken zoals Lu, Tuk en Milka. De markt van snacks kent stevige groei en kan profiteren van een trend naar gemak bij de consument. Mondelez heeft doorheen de jaren een sterke reputatie opgebouwd, zowel op het vlak van margeverbeteringen, maar ook op het vlak van investeringen in zijn merken om de groei aan te zwengelen. Daarnaast is het bedrijf geografisch goed gespreid en haalt het in vergelijking tot sectorgenoten een grotere omzet buiten thuismarkt de VS, waardoor de groei bij Mondelez hoger ligt en waardoor Mondelez ook minder hinder ondervindt van problemen met de waardeketen in de VS. We verwachten dat het vierde kwartaal dat die resultaten nog wel hinder zullen ondervinden van de loonstaking die er is geweest bij dochteronderneming Nabisco. Ook kent de niet-cyclische consumentenmarkt stevige inflatie met ongeziene stijging van onder andere de grondstoffenprijzen. Maar Mondelez heeft sterke merken in portefeuille, waardoor we verwachten dat die stijgingen zullen kunnen worden doorgerekend aan de consument, zonder al te veel op volumes te moeten inboeten. Zo heeft Mondelez in de VS zijn prijzen al zo'n 6, of gaat Mondelez in de VS zijn prijzen zo'n 6-7% verhogen. Voor Mondelez hebben we een koersdoel van $74, wat zo'n 10% opwaarts potentieel biedt ten opzichte van de slotkoers van gisteren. En dan zijn we toegekomen tot een tweede idee binnen het segment van de defensieve bedrijven. Tevens ook de laatste naam op onze lijst met sectorfavorieten voor 2020. Het is er eentje uit de niet te missen gezondheidszorgsector.
We hebben dit jaar niet geopteerd voor een biopharmabedrijf, maar wel voor een speler binnen het segment van de medische technologie, namelijk de Amerikaanse hartklepspecialist Edwards Lifesciences. Edwards Lifesciences ontwikkelt zowel traditionele hartkleppen, maar is voornamelijk interessant op het gebied van, als koploper op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve transkatheterhartkleppen. In tegenstelling tot traditionele hartkleppen, die worden geplaatst via een ingrijpende, invasieve openhartoperatie, gebeuren die transkatheter-hartklepvervangingen door middel van een katheter of een slangetje via een bloedvat in bijvoorbeeld de lies. En in tegenstelling tot die ingrijpende openhartoperaties zorgt deze nieuwe operatietechniek voor minder pijn bij patiënten, voor een sneller herstel met minder kans op complicaties en heeft dit ook als resultaat een kortere ziekenhuisopname. Op het vlak van de aortaklep, dus de klep tussen linkerhartkamer en aorta, staat Edwards Lifesciences al zeer ver en is deze nieuwe operatietechniek al goedgekeurd in tal van patiëntenpopulaties. Een voorbeeld hiervan zijn patiënten die lijden aan symptomatische ernstige aortastenose, die een hoge kans lopen om te overlijden tijdens zo'n traditionele openhartoperatie. Wat verstaan we onder aortastenose? Dat is de vernauwing van de aortaklep door verkalking. Maar naast die aortakleppen boekt Edwards Lifesciences ook vooruitgang op het vlak van de andere hartkleppen. Een voorbeeldje van zo'n andere hartklep is de mitralisklep, de klep tussen linkerboezem en linkerhartkamer. En in de loop van 2022 en daarna verwachten we belangrijke readouts vanuit de pijplijn. Dus we verwachten op dat vlak belangrijk nieuws vanuit de pijplijn. Ook Edwards Lifesciences is een aantrekkelijk groeiverhaal. Een verhaal dat wordt ondersteund door de vergrijzing en onze westerse levensstijl, waardoor hart- en vaatziekten nog steeds in opmars zijn. Bovendien verwachten we dat het bedrijf de komende jaren zal kunnen profiteren van de verdere verschuiving naar die nieuwe, minder invasieve operatietechnieken die resulteren in een kortere ziekenhuisopname. Ook zal het bedrijf kunnen profiteren van de ontwikkeling van nieuwe innovatieve hartklepprocedures. En is de Aziatische markt nog onontgonnen gebied voor Edwards Lifesciences. En we zien voornamelijk substantieel groeipotentieel zowel in China als in Japan. De recente COVID-ontwikkelingen, denk aan het opduiken van varianten zoals de Delta en de Omicron-variant, maar ook personeelstekorten in ziekenhuizen door onder andere uitval door COVID-infecties en problemen met de toeleveringsketen. Dat zijn factoren waarvoor we verwachten dat die op korte termijn nog wel gaan wegen op het aantal behandelingen dat zal kunnen worden uitgevoerd. Dus dat leidt tot minder procedures dan verwacht. Maar samen met het afzwakken van de pandemie, als ook gezien het feit dat zo'n hartoperaties niet al te lang kunnen worden uitgesteld, verwachten we in 2022 nog een forse inhaalbeweging. En voor Edwards Lifesciences kijken we voornamelijk uit naar de tweede helft van het jaar. We hebben voor Edwards Lifesciences een koersdoel van $140, wat zo'n 21% opwaarts potentieel biedt ten opzichte van de slotkoers van gisteren. Zo zijn we aan het einde van onze presentatie gekomen. Nog even belangrijk om te herhalen dat indien u de dynamische tegenhanger van onze sectorfavorieten voor 2022 wenst te raadplegen, u dit kan doen via het ID-center op het Bolero-platform. Ook kan u via e-mail op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen het komende jaar. Dat kan u doen door in te schrijven op de nieuwsbrief TopicsNL. En dan dank ik u nog voor uw aandacht en wens ik u een fantastisch beursjaar. Bolero.be. Beleg online met inzicht.